presentatie was niet heel, maar dat was bewust, hè, bij iedereen. Iedereen was even met zichzelf bezig. Nou, zag je daar nog ogen spieken naar hen, maar dat was gewoon even kijken. Nou, oké. Vandaar dat we afbreken die zaal, hè. Zo, oké. Dan laat ik dat los, dat weet ik. Normaal bij andere shows ook altijd. Kizzy, op de stage, jij, die knipoog, hè, bij dat, voor die even een grappig gezicht, even op die knal, boem, nog even daar en weg. Dat is even leuk naar dat New York. Nou, hier sta ik bij de meiden. Zojuist hebben ze gerepeteerd. Rudolf, dit is een beetje jouw dansgroep, hè? Ja, dit is mijn showballet. Ja. Ja. Hoe heet het dansballet? Het heet Rudolf Fitski's Show and Dance Company, oftewel Rudolf Fitski's Showballet. Okay. Ik kom even naar bij deze dame. Hoe heet je? Carmen. Carmen, hoe lang zit jij erbij? Ik zit er nu 5 jaar bij. Ja, en is dat je beroep of is het niet je beroep? Het is wel mijn beroep, maar ik doe wel nog een school daarnaast. Ja. Wat voor school? MBO theaterschool. Kijk, ook allemaal van de theaterschool? Van de dansacademie. Okay. Ja. Ja, want jullie kunnen dansen als een bezetene, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, anders zaten we hier niet, hè? Is het ook jouw beroep? Ja, het hoort er wel bij. Ja. Ik heb ook Kizzy zien zingen, dat is een bekende Schiedamse inmiddels. Kizzy, jij hoort niet bij de groep, hè? Nee, maar voor vanavond wel. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, via Look TV eigenlijk. Ja. En, ja, het was wel leuk. Het was wel een lekkere klik. En, jij kan zelf ook een beetje dansen, hè? Ja. Ja. Oh, zegt ze dat bescheiden, hè? Hoe vinden jullie het om met Kizzy te werken? Ja, het is wel heel leuk. Het is natuurlijk weer wat nieuws. Omdat, Is dat nog iemand? Wie ben jij? Hoi, ik ben Jasmin. Ja. Hoi. Ik dans hier al heel lang. Ja. En ja, net als de anderen. Het is ook mijn beroep. Dus, ja. Okay. Nou, ik heb het gezien en van de zijkant. Het was nog een beetje repeteren. Straks komen alle mensen binnen en dan ga je het nog eens dunnetjes over doen, hè? Nou, dan gaan we spetteren. Dan gaat het dak eraf. Dus. Oké. Okay. Meiden, succes, hè? Ja. Lieve mensen, hebben we het wel in deze show of niet? Wat levens eenvoudig doen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leven ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en dan zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Ja, ik vond het fantastisch. Ja, ja, ik kon haar niet. Ik kon haar wel van naam, maar ik had ze nog nooit meegemaakt. Maar echt groots. Ze zongen een kar die ratelt op de keien, zong ze. Ja, nou, ja. Maak je de zin eens af? Nee, nee, laat ik dat niet. Het vee de boerderijen. Ja, 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 ik weet het. En langs het tuinpad? Van mijn vader. Oké, het gaat heel goed.